Ik was wel een beetje zenuwachtig. Ik dacht echt van, dat ik het verkeerd of zo. Je was binnen, je moet dan gaan wachten. Daarna is jouw beurt, je mag je potlood pakken. Dan kan je de aankrijgers op wie je wilt stemmen. Toen hoorde ik om me heen dat toch mensen veel Volt gingen stemmen. En dacht van ja, dan ga ik ook Volt stemmen. Het is zover, de Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. En voor sommige jonge mensen betekent dit de eerste keer dat ze mogen stemmen. Hallo meiden. Hallo. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 18. 18 en? 19. Ja, ook 19. Dan is dit de eerste keer dat jullie stemmen, denk ik. Ja, zeker. Hoe was het? Ik vond het spannend eigenlijk, maar ik had wel veel zin in. Is dit de eerste keer dat je gaat stemmen? Ja. Oké, en ben je dan een beetje zenuwachtig? Nee. Ik ben net 18 geworden. Dan is dit de eerste keer dat je mag stemmen. Klopt. En ben je dan een beetje zenuwachtig? Of? Nou, ik vind het wel heel apart. Maar, ja? Maar ik vind het wel leuk. Hoe voelde dat eigenlijk, hè, zo'n eerste keer stemmen? Voelt een beetje nieuw. Voelt een beetje nieuw, anders. Snap ik. Je gaat andere wereld in als je net 18 bent. Het voelt alsof ik echt een Nederlander ben. Ja, dat ben je toch ook? Ja, maar nu... Nu helemaal? Helemaal. Weet je een beetje hoe het werkt in zo'n stemhokje? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik vond het heel spannend. En toen, wat ik tegen jullie net zei, toen ging ik hem opvouwen, het biljet, en toen lukte het niet. Toen ging ik bij de andere mensen kijken hoe het moest. Ik denk dat ik een papiertje krijg en dat ik dan met een rood potloodje in moet vullen. Ja. En ja, dat... Toch een beetje te horen dat jij uit Den Haag komt, hè? Hoezo? Ja, een rood potloodje en... Je was binnen, je moet dan gaan wachten. Daarna is jouw beurt, je mag je potlood pakken. Dan kan je de aankrijgers op wie je wilt stemmen. Dus ja, je kon uitkiezen uit wie. Ja. Dus met zo'n rood potloodje ga je zo invullen. Ik was wel een beetje zenuwachtig. Ik dacht echt van, dat ik het verkeerd of zo maak. Nee, heb je, echt goed. Heb je het goed gedaan? Ja, ik heb het goed gedaan. Hij wordt wel gewoon meegeteld. Ja, sowieso wel. Jongeren, waar gaan die met name op stemmen, denk jij? Ja, dat weten we natuurlijk pas als ze naar de stembus zijn geweest. Maar er zijn wel verschillende peilingen gedaan. De leukste is altijd de scholierenverkiezing. Ja? Die mogen niet gaan stemmen, maar hebben het vaak wel bij het goede eind. Die zeggen deze keer dat de VVD het grootste wordt. Daar speelt wel natuurlijk mee dat Mark Rutte ook heel erg bekend is. Eén Vandaag heeft een serieuze peiling gedaan naar de groep 18 tot 34 jaar. Daar zie je ten opzichte van de totale peiling ook dat GroenLinks het bijvoorbeeld heel erg goed deed. En wat heel erg opvalt is dat ook Forum voor Democratie een hele jonge kiezersachterban heeft. En dat zou je natuurlijk kunnen herleiden doordat Baudet echt forse campagne voert tegen de lockdown. Jonge mensen dat treft jongeren? Ja, precies. Jonge mensen hebben veel last van die lockdown en zijn misschien ook wat minder bang voor het virus. Waar heb je op gestemd? Ik heb op GroenLinks gestemd. Partij voor de Dieren. En? D66. Jesse Klaver. Ja? Van GroenLinks. Okay. Ik heb op DENK gestemd. DENK? Waarom? Ik weet niet. Ik vind hem gewoon goede... Hoe heet dat? Ze kunnen goed aanpakken. Ik heb niet gestemd. Oh, ga je nog stemmen? Ik zeg eerlijk, ik volg het niet echt. Dus het is een beetje een twijfelgeval voor mij om te stemmen, ja of nee. Waarom volg je het niet? Ik heb echt niks mee. Helemaal niks met politieke zaken, helemaal niks. Als je nu zou moeten stemmen, waar stem je dan op? Ik denk op DENK. En als je gaat zeggen waarom... Waarom? Ja, waarom. een familielid van mij zit bij DENK. En, je bent het neefje van Kuzu? Nee. Zover niet. Ik ga Volt stemmen. Oh ja. Dat is een jongere partij. Ja, ik ben op... Ik weet niet veel, maar dat wist ik. In het begin wilde ik D66 stemmen. Omdat ik dacht van, als ik nu Volt ga stemmen en niemand gaat Volt stemmen... dan is mijn stem is, betekent niks, is dan helemaal voor niks geweest. Maar toen hoorde ik om me heen dat toch mensen veel Volt gingen stemmen. En dacht van ja, dan ga ik ook Volt stemmen. Deze peiling was Volt nog niet meegenomen. Je ziet ook eigenlijk pas in alle peilingen dat de laatste dagen Volt ook zichtbaar wordt. Niet met één zetel, soms wel met vier zetels. Dus dat gaat ook nog een hele spannende worden, deze verkiezingsrace. Jij vertelde me net, voordat de camera draaide, een leuk dingetje hierover wat hier morgen plaats gaat vinden. Ja, want direct morgen al begint de formatie. Kamervoorzitter Ariep die heeft alle gekozen lijsttrekkers, dus ook van de nieuwe partijen, gevraagd om 2 uur aanwezig te zijn. Dat is hierboven. Daar gaat morgen de formatie beginnen. Ja.